is echt heel erg. Goedemorgen, het is zaterdagochtend. Ik heb eindelijk een beetje een enigszins normale nacht gehad. Al was zeggen vannacht ook niet heel erg lekker. Dus ik ben wel een paar keer wakker geweest met haar. Ze is nu even met Marco de deur uit. En ik ben op mijn gemak even echt aan het wakker worden. Ik heb haar tegengezet, ik heb hem aangepakt. En als ik dat op heb, ga ik even beginnen aan de oktober cadeaus. Dat zijn een hoop, ik ga het zo laten zien. Ik kan niet alles laten zien, want er wordt natuurlijk naar deze vlog gekeken en ik kan alleen alles laten zien wat zeg maar nu binnen die week gegeven wordt, want dat maakt niet uit. Dan staat het online nadat ik het gegeven heb. Maar het is een hoop uitzoeken, want er zitten ook cadeautjes in verschillende pakketten die ik heb binnengekregen, dus dan moet ik allemaal bij elkaar zoeken. Maar goed, eerst even eten en drinken. Ja, ik zit altijd met stickertjes van de bananen. Die moeten eraf, heel stom. Maar daar ga ik zo mee aan de slag. Ik zit ook echt nog in mijn pyjama. Heerlijk, Eva. Het is echt heel erg. Dit zijn de dozen voor de cadeautjes die ik nu binnen heb. En dan verwacht ik nog twee pakketten. Eentje moet, ja, die kan elk moment binnenkomen. En die andere komt maandag binnen. En dan ben ik voor het grootste gedeelte voor oktober klaar. Zeg, Marco, zijn nog even weg al. Ik heb net even voor de zekerheid nagebeld. Dus ik ga deze cadeautjes nu even uitzoeken en inpakken. Ik heb me net zo rot lopen zoeken. En ik bedacht me opeens, ik heb nog een cadeautje voor Sarah. Maar die had ik een tijdje geleden al besteld. Een klein doosje. Die had ik wel uit de grote doos gehaald. En ik wist niet meer waar ik hem gelegd had. Maar na hard zoeken heb ik hem gelukkig gevonden. Ik ga nu beginnen met eerst deze doos gewoon even uitpakken. Even sorteren en stapeltjes maken wat bij wat hoort. Let's do this! Overal, dit kan ik laten zien. Deze wil mijn moeder heel graag. En die is natuurlijk op dezelfde dag jarig als Sarah. Dus dit is een popcornmachine. Hij is wel echt heel tof. Dus die. En dit is een beeldje wat we elk jaar aan Sarah geven. Even kijken of ik het voorzichtig kan laten zien. En ze wordt dit jaar natuurlijk 6. En dat is deze. Ze krijgen elk jaar zo'n beeldje van ons. Sowieso erbij. En dan kopen we verder gewoon cadeautjes. Je kan ze natuurlijk behalve het verzamelen niet heel veel mee. Dit krijgt ze op de dag dat ze jarig is. Als we daar uit bed halen. Dan zit een pluisje op. Denk van de verpakking. Dit is een nieuwe maillot. Dan heb ik dit shirt voor haar. En daar staat tekst. Ja, dat is dik gedrukt. Maar ik laat hem denk ik. Nee, ik moet toch even het kaartje afhalen. Dat zijn leesprijskaartjes. Met dit rokje. Deze is ook wel heel erg leuk. En dan heb ik erbij. Dat is zo lastig doosjes openmaken met één hand. Ach, kijk, te grappig. Zie je die staart nog? Miemel denkt, hey, dit is feest. Vind je het leuk, al die open dozen, Miemel? Ja, hi. Maar goed, daarbij heb ik deze lijstjes voor haar. Dat vind ik echt heel tof. En die gaat zij ook echt heel leuk vinden. En deze outfit kan ze dan gelijk aan. Dus ik leg normaal 's avonds de kleding klaar.
En dat ga ik ook doen. Maar als ze dan ligt te slapen, ruim ik het op. En dan als we de wakker maken, dan krijgt ze deze outfit cadeau. Dus daar is helemaal gek op kleertjes. Dus daar gaat ze heel blij mee zijn. En dan gaan we s'avonds uit eten. Dat is voor mijn moeders verjaardag. Daar heb ik dit jurkje voor gekocht. Dat is met zo'n print. Die heeft open schoudertjes ook. En daaronder, want ze heeft natuurlijk een discofeestje de dag erna. Dus ze krijgt het op de verjaardag zelf. Voor de dag erna. Voor de feestje deze outfit. En ze kan dat natuurlijk verder dragen. Deze hele leuke schoentjes. En is echt zulk superleer. Dus ik denk dat deze ook wel heel fijn voor de zitten. Ja, wij houden altijd wel van die... Eigenlijk een beetje kakschoentjes, want het staat zo verschrikkelijk leuk. En dat is eigenlijk het enige wat ik nu kan laten zien. Want ik heb bijvoorbeeld ook voor Marcus' verjaardag nog wat. Die heeft al een groot cadeau gekregen. Maar ja, voor Sarah is het ook wel leuk als ze toch wel wat geven. Maar ja, die is de 25ste pas jarig, dus dan zou die het eerder kunnen zien. En dat is niet leuk. En ja, ik heb ook voor mensen wat meebesteld. Maar ja, ik ga dat niet laten zien, want dat willen ze zelf geven. Dus... Nee, dit is alles voor nu. Dus ik ga het nu even... Oh, ik stel weer lekker scherp. Ja, daar ben ik weer. Ik ga het nu even inpakken. Dan heb ik toch 4 cadeaus vast ingepakt. En ik dacht, laat ik eens slim zijn. Want ik krijg daar natuurlijk nog meer binnen. Ik heb even post-its gepakt. Dat ik op de pakjes kan schrijven wat voor wie is. Want ik heb nog wel wat dingetjes die ik nu natuurlijk ga inpakken. Alleen die laat ik niet zien. Maar anders heb ik daar echt gewoon geen idee meer wat is. Dit is ingepakt. Ik heb nog wat meer ingepakt, maar dat kan ik niet laten zien. Dus dat heb ik al weggelegd. En het is een beetje herrie, want ik heb de waterkoker aangezet. Maar nu moet ik even gaan kijken waar ik het kan leggen, want er zitten een paar best wel grote dingen bij. En ik moet het natuurlijk verstoppen. Dat is wel lastig met een kind. Voor Marco zou ik het gewoon zo ergens op de kast zetten of zo. Ja, dan blijft hij er maar gewoon vanaf. Maar ja, voor Sarah vind ik het wel heel flauw om dat te doen. Sarah is weer thuis en we gaan nu een cadeautje voor mijn moeder maken. Kom maar schat, dat moet ik even heel voorzichtig doen. Als je hem verkeerd kan je het niet meer bewaren. We hebben deze klei en mijn moeder die heeft er kindertandjes een tijd geleden gekregen. Maar echt in een ja, heel simpel plastic bakje geloof ik. En die wilde heel graag een tandenbakje. En toen waren Sarah en ik op het idee gekomen om met klei zelf een tandenbakje te maken. Ja, heel leuk. Net zoals mijn haar. Dus ik heb hier van Sarah, dit is voor haar eerste haar. Maar dat is verdwenen, zeg maar, in de tijd. Dus hier gaan we even folie omheen doen. En dan die als vorm gehad. Ja, ik help je zo met de klei. Ja, hij is leeg. Dus, maar als we deze nou omheen... Ja, dat zien jullie allemaal niet wat ik aan het doen ben. Ik wil heel even deze. Als we dit nou zo als vormpje gebruiken... Nee, doe maar niet, schat, want ik wil hem weer dicht kunnen doen. Als je er niet alle klei op maakt, komt goed zo. Kijk, nu heb ik hem er helemaal in. En hier kan jij zo dan heb je een vormpje. En met de deksel kunnen we dan ook het maatje maken, dat hij echt mooi dicht kan. Dus hier kan je hem omheen gaan maken. Dan heb ik precies dadelijk een goede maat. En dan komt het helemaal goed. Dit is klei die je helemaal goed aan elkaar kan wrijven. Dit is anders dan Play-Doh, hoor. Kijk, en dan kan je echt zo het erop doen en zo eromheen. Kijk uit, vind je het niet? Dat is je vormpje. We kunnen gewoon weer toevoegen. En dan moeten we daar het folie er weer uithalen. Hoe ga je dat doen? Zo heeft het bakje klaar. Dit is het bakje geworden. Dan heeft ze hier oma erop geschreven. En hier een... Hartje, ik heb even geholpen met de binnenkant stevig maken. En dit is de deksel. En ik heb even geholpen. Dit blauw is van oude verf, maar ze gaan hem toch nog verven. Dus dat maakt niet uit. En kijk, zo. Een hartje erop. Ja, een dat hartje heb ik met zelf een gezicht. Ja. Dit is het mondje en dit zijn de oogjes. Ja, dus een hartje met een gezichtje erop. En we hebben hem gewoon passend sluitend gekregen. Dus ik ben echt wel trots op ons. En nu weer van elkaar af. Zo, moet je me heel even loslaten, want anders spreek ik hem daar, want de klei is nog niet hard natuurlijk. En dan ga ik hem even ergens neerleggen, dat hij goed netjes mooi kan drogen. Sarah heeft nog wat dingetjes voor andere mensen voor hun verjaardag gaan maken. Ik heb geen idee wat of waarom of voor wie, maar dat komt vanzelf wel goed. Zeer wel heel lief bezig. En ik heb ondertussen het pakketje binnengekregen, dus het is ook nog een cadeautje. Dat kan ik wel laten zien. Ik pak even alles erbij. Dat is een cadeautje voor Kaylee en die geven we ook donderdag, want
Peggy is ook bij het etentje van mijn moeder en daarvoor zien we haar eigenlijk niet. Dus hebben we deze ook gehaald. Ik vond hem zo schattig. Dat moet ik wel echt even uithalen om te laten zien. Dat is... Het is een heuptasje van slangenprint. En die vond ik echt wel heel cool. Hij is leuk, hè? Ben je nog zo'n hoesten? Ja, ze heeft natuurlijk een keelontsteking. Al voelt ze zich nu op het moment wel even goed, gelukkig. Dus ik doe wel weer interesse, want dan blijft hij mooier. Hey. Als je ze weg wil, als je zegt, ik vind het niet meer leuk, dan kan dat. Maar... Hallo. Dit is een pyjama jurkje. Dat is helemaal niet waar. Nee, ik ga niet ook op rokken voor jou. Ik ga niet op rokken. Oh, net alsof pyjama jurkje. Nee. Heb ik nou ook niet gejok op rok? Nee, het is echt. Het is een pyjama jurkje. Ah, koud. Ja, man, het is koud, maar ik wel weer een beetje verhoging. Bij deze even goed uitziet, hè? Dan ben je volgende week weer helemaal fit. Mag ik een ijsje? Ja, je moet ijsjes eten voor je keel, hè? Ja. Mag ik nog spinnen? Ja, dus we hebben nog één. Doe maar dan nu een peerijsje. Net heb je een spinner gehad. Oké. Nou, oké, dat ging nog goed. Sarah ligt lekker op bed. Ik sloeg bijna heel de boel hier. Maar het ging gelukkig nog goed. Ik ga thee zetten. Water gekookt. Oh, en ik zit te denken, Marco heeft gisteren zulke lekkere chocola meegenomen. Dus eigenlijk wil ik nu mijn chocola gaan pikken. Zo, het gaat aangesloten gelijk mijn elleboog. En echt de grootste klunt vandaag. Echt niet normaal. Ja, hij is al een beetje leeg, maar hij heeft deze gekregen. Hij heeft een beetje goed kan zien zo. Handgemaakt chocola en het is echt heel leuk, want het is herfstchocola. Dus een zonnebloempje, dit is een eikel, maiskolf zit erin. Dit is een paddenstoel. Kijk, hier is nog een andere, dit is een blaadje. Nou, echt heel cool. Ik had zo'n honger, dus ik heb deze lekker gemaakt. Uit de airfryer, dus ze zijn niet zo vet. Maar ik vind dit zo lekker. We hebben nog even samen gezellig gedaan. Want morgenavond gaat Marco weer weg voor werk. En dan is het 2 of 3 dagen is hij weg. Dat is niet helemaal zeker, dus moet ik even zien. Moet hij even voor Sarah's verjaardag terug. Marco is net naar boven gegaan naar bed. Ik ga ook even de kamer snel netjes. Ik vind het altijd fijn. Dan kom je 's ochtends beneden en dan is gewoon alles weer even fris, zeg maar. Dus ik ga wel de vlog afsluiten. Bedankt voor het kijken en tot morgen.